Aandelen waarderen kan op verschillende manieren. Ik heb er al eerder video's over gemaakt, 2 stuks om precies te zijn. Eentje ging over de manieren, de methodes van Benjamin Graham, die eigenlijk de inspiratiebron voor Warren Buffett. En de andere ging over de PE multiples. En in deze video gaan we ook kijken naar PE's, maar dan naar de PE ratio en de forward PE ratio. En in het Nederlands noemen we dat dan koers-winstverhouding. We gaan in deze video kijken naar hoe we het berekenen en wat het eigenlijk zegt over een aandeel, zodat we eigenlijk een beetje een betere inzicht krijgen over hoe we een aandeel kunnen waarderen of juist begrijpen waarom een aandeel op een bepaalde manier gewaardeerd is. Genoeg informatie dus laten we weer snel beginnen. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Afgelopen maandag had ik een video over hypotheken, extra aflossen. Dat was eigenlijk een spreadsheet helemaal gebaseerd op het extra aflossen op een annuïteitenhypotheek. Ik heb er heel erg veel reacties op gekregen op die video. Ik zal die video trouwens hier linken mocht je daar interesse in hebben. Heel veel vragen ook van ja, maar ik heb een aflossingsvrije hypotheek, ik heb een lineaire hypotheek. Ik kan hier op dit moment nog niks mee. Nee, dat klopt. Maar aangezien ik zoveel vragen heb gekregen, denk ik dat er genoeg interesse is dat ook daar een spreadsheet van komt. Of in ieder geval een aanvulling op die spreadsheet. Dus dat staat zeker op de planning. En ik verwacht dat ergens in juni volgende maand dus zal plaatsvinden. Dat ik daar een update over maak. En natuurlijk weer een video aan zal wijden. Ook nog even kort over de Giro. De Giro heeft eigenlijk de laatste week geloof ik 20.000 klanten toegelaten. Dat is niet alleen Nederland, dat is over heel Europa. Dus we zien wel dat ze heel veel mensen toelaten. Zo'n in Nederland zelfs tussen de 600 en 1800 mensen afgelopen week per dag. We zien het snel oplopen, dus ik hoop in ieder geval dat mensen die nu nog in de wachtrij staan weer snel een account kunnen aanmaken en juist kunnen beginnen. En ook als je dus van plan was om te beginnen met beleggen, de Giro is mijn favoriete broker. Link daarvan vind je trouwens onder deze video. Er is dus nog een wachtrij, maar ik verwacht dat die snel weg is. Maar we gingen in deze video dus kijken naar een aandeel waarderen. Hoe kan dat? En welke manieren zijn er? We gaan dus naar de PE ratio kijken en de forward PE ratio. Laten we beginnen met de PE ratio, oftewel de koers-winstverhouding. En zoals de naam eigenlijk in het Nederlands al zegt, het is de verhouding tussen de koers van een aandeel en de winst van een aandeel. Ook de winst per aandeel. En we kunnen dit berekenen heel simpelweg door de koers van het aandeel te pakken, te delen door de winst per aandeel. En je komt op een bepaald bedrag uit. Of een bedrag niet eens, een getal uit. En dat getal heeft een bepaalde waarde. Heel veel websites, financiële websites, vermelden trouwens ook vaak de PE ratio. Kijken we hier bijvoorbeeld naar Yahoo Finance, het aandeel Apple. Nou, dan zien we eigenlijk al meteen de PE ratio staan, 24,93. En daar staat dan TTM achter en dat staat dan voor trailing 12 months. Oftewel eigenlijk de afgelopen 12 maanden. De winst van de afgelopen 12 maanden is gebruikt om tot deze PE ratio te komen. Maar stel dat je nou niet zou staan, dan zouden we hem zelf kunnen berekenen door gewoon de koers te pakken, $317,26, te delen door de EPS, dat is de earnings per share, oftewel de winst per aandeel, ook die is TTM, die is 12,73, delen we dus $317,26 door die 12,73, komen we ook wederom op die $24,93 uit, waar we van tevoren al zagen dat de PE ratio was. Maar wat zegt nou eigenlijk zo'n PE ratio? We zien in dit geval bij Apple dat dat 25 is, of bijna 25. Dat wil eigenlijk zeggen dat beleggers bereid zijn 25 keer de jaarwinst van een aandeel te betalen om het aandeel te bemachtigen. Dus Apple maakt bijvoorbeeld $10 winst per jaar. En zij zijn dan gemiddeld genomen, zeg maar 25 keer die winst willen ze betalen. Oftewel 25 keer die $10, $250. En we kunnen hieruit dus opmaken dat de winst van Apple iets hoger is, aangezien de koers op dit moment $317 is. Maar eigenlijk aan die 25 hebben we dan nog niet heel veel. We weten nog steeds niet waarom het 25 is en of dat nou goed is of niet goed. En daarom is het belangrijk om vaak dit getal, die PE ratio, te gaan vergelijken. Je kunt het vergelijken met verschillende manieren. Je kunt natuurlijk eerst gaan vergelijken met het bedrijf zelf. Hoe was de PE ratio het afgelopen kwartaal of de laatste jaren? Kijk bijvoorbeeld naar dit overzicht van de PE ratio van Apple via Macrotrends, geloof ik, de website. Dan zien we eigenlijk dat die nu in 2020 al wel best te hoog staat. Zeker vergeleken met de laatste paar jaar, toen het zo het laagste punt zeg maar op 10 lag. En heel vaak zo rond de 15, 16 heeft gelegen. We zien hier trouwens in dit overzicht bovenaan ook de prijs per aandeel. Die zien we ook heel erg hoog staan. En waarom is het nou waarschijnlijk hoger geworden? Waarom is de PE ratio toegenomen? Omdat je eigenlijk in die middelste kolom, daar zie je gewoon de EPS, de earnings per share, oftewel de winst per aandeel van de laatste 12 maanden telkens gebaseerd toenemen. Dus Apple is een bedrijf dat eigenlijk kwartaal op kwartaal, maand op maand,
over het algemeen in een stijgende lijn zit door telkens meer winst te maken. Waardoor dus eigenlijk, ja, meer winst wordt het aandeel automatisch meer waard. Het enige moment dat Apple hoger gewaardeerd was qua PE-ratio was net voor de vorige crisis. Kijken we naar 2006, 2007 waarschijnlijk in deze dingen. Dan zien we hem zelfs ver boven de 30 en waarschijnlijk bijna de 40 aantikken. En toen waren mensen dus bereid heel veel te betalen voor Apple. Op dit moment dus blijkbaar ook. We zien het weer een toename. Heeft waarschijnlijk ook mee te maken met, ja, we zitten nu in deze crisis, maar techbedrijven kunnen daar vaak wel van profiteren dat mensen thuis werken en dat soort dingen. Dus dat is waarschijnlijk een reden dat mensen meer willen betalen om dit aandeel te bemachtigen, omdat het bedrijf überhaupt gewoon winst maakt en ook verwacht wordt dat het komende tijd het meer winst gaat maken. Behalve vergelijken met het eigen aandeel kunnen we natuurlijk ook vergelijken met concurrenten. Wat doen andere bedrijven wat betreft waardering, die eigenlijk een beetje in dezelfde sector vallen? Nou, het is niet altijd heel erg één op één te vergelijken met een ander bedrijf, want niet elk bedrijf heeft dezelfde producten, zeg maar. Dus laten we Apple een beetje vergelijken met andere techbedrijven. Dus bijvoorbeeld zoals Alphabet, oftewel het moederbedrijf van Google. Die hebben een waardering van een PE-ratio van net geen 28. En kijken we naar Facebook, dat heeft dan weer een PE-ratio van net geen 30, 29,63. Ja, het zijn niet letterlijk dezelfde bedrijven, omdat Facebook natuurlijk veel meer op advertenties is gericht. Google heeft ook niet zoveel producten, maar ze hebben wel producten, net zoals Apple. Dus het is niet altijd een 1-op-1 vergelijking, maar het geeft wel een beetje een idee van wat wordt nou betaald, wat zijn beleggers bereid te betalen, wat zijn de PE-ratio's van andere vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector. En tenslotte, we kunnen het ook gaan vergelijken met eigenlijk de hele markt. Op basis van historische gegevens is er eigenlijk al een beetje een verdeling gemaakt wat nou goede waardes zijn voor een PE-ratio. Kijken we in dit overzicht wat ik van Wikipedia af heb gehaald. Dan zien we het als eerste niet van toepassing. Nou, dat kan bijvoorbeeld dat een PE-ratio niet berekend kan worden omdat je de winst van een aandeel nodig hebt. Maakt een bedrijf geen winst, kun je ook dit PE-ratio niet berekenen. De volgende stap is 0 tot 10. Dus wanneer de PE-ratio maximaal 10 is, dan staat er de koerswaarde is ondergewaardeerd of de winst uit onderneming neemt eventueel naar verwachting af. 10 tot 17 is dan voor veel ondernemingen wordt dat eigenlijk een beetje als redelijk gezien. Dat bedrijven, zeker als er niet al te veel groei meer is, dat beleggers zeg maar maximaal 17 keer de winst willen betalen om het aandeel te bemachtigen. 17 tot 25, dan wordt het al een beetje overgewaardeerd. Of de winst is in ieder geval toegenomen sinds dat de laatste kwartaalcijfers zijn gepresenteerd. Het is dan zo dat het laatste kwartaal bijvoorbeeld heel erg goed is geweest. Dat daardoor de koers heel erg stijgt. Maar de koers is niet alleen gebaseerd op het laatste kwartaal, maar ook op de 3 kwartalen daar vooraf. De laatste 12 maanden in totaal. En dat je daardoor eens een sterk stijgende verhouding krijgt die misschien gedurende de komende tijd wel weer een beetje afvlakt. En tenslotte hebben we dan hoger dan 25. Een onderneming met een zeer hoge koers-winstverhouding heeft een zeer zonnige toekomst. Of de koerswaarde is beïnvloed door een zeepbeleffect in de aandelenmarkt. Dus wanneer het echt heel erg hoog is. En dit kan zijn bijvoorbeeld 30, maar we zien het ook met een paar honderd zelfs PE-ratio's. Het is een beetje afhankelijk van, heeft een bedrijf echt een enorme groei? Dus hebben ze die al? Wordt die verwacht? Of is het gewoon echt zo gehyped? Zoals tijdens de internetbubbel, dat er eigenlijk heel veel wordt betaald, terwijl er eigenlijk nog helemaal geen winst wordt gemaakt of omzet wordt geboekt. Misschien een goed en actueel voorbeeld is met het aandeel Nikola. Eigenlijk een Tesla-concurrent, zoals ze zelf zeggen. Heel veel mensen hebben daar vragen over, willen daar nu eigenlijk al aandelen van hebben, terwijl het officieel nog niet eens van Nikola is. Dat wordt binnenkort waarschijnlijk omgezet naar Nikola-aandelen. Toch betalen mensen nu in één keer al $30 bijna voor dit aandeel, terwijl dit een paar maanden geleden 10 was, dus het bedrijf wat niet eens Nikola is. Ze hebben ook gezegd, dit jaar en waarschijnlijk pas volgend jaar gaan we omzet boeken. Dus er is nog niet eens omzet en toch wordt er al best wel flink betaald voor dit aandeel. Puur omdat er eigenlijk een beetje gespeculeerd wordt dat er in de toekomst winst zal worden gemaakt. Nou, zeker bij dit bedrijf, in het begin wordt geen winst gemaakt, want ze moeten blij zijn dat ze überhaupt de omzet hebben. Dus je ziet een beetje, ja, dat wordt waarschijnlijk een heel erg hoge PE-ratio als er eenmaal winst is. En toch zijn beleggers op een of andere manier bereid er best wel veel te betalen voor dit aandeel. Voordat we verder gaan met de forward PE-ratio wil ik je vragen, vind je het nou een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik daar meer video's over maken? En je helpt natuurlijk het YouTube-kanaal zelf, want deze video wordt aan meer mensen aangeraden. Wil je zelf nog meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren, beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het bel-icoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. Dan gaan we nu dus verder met de video. En zoals gezegd is het volgende onderwerp de forward PE-ratio.
Want waar we net bij de PE-ratio keken naar de winst van de afgelopen 12 maanden, ga je bij de forward PE-ratio eigenlijk, zoals de naam al zegt, vooruitkijken. En je kijkt dan naar de komende 12 maanden. Wat verwacht je daar in de winst, zeg maar? Nou, kan zijn dat je dat zelf gaat berekenen. Dat je gaat kijken van hoe zie jij de omzet toenemen. Afhankelijk van hoeveel kosten maken ze, kun je zelf misschien een winstinschatting maken. Wat jij verwacht voor dit aandeel. Maar waarschijnlijk zal je gewoon baseren op informatie die op internet te vinden is. Er zijn andere analisten die al lang een analyse hebben gedaan over dit aandeel. En dat je die informatie gebruikt voor je forward PE ratio. En waar kun je dan deze analyses vinden? Waar vind je deze resultaten van die analisten? Nou, heel simpel. Je gaat gewoon naar Google. Bijvoorbeeld voor Apple vul je gewoon in Apple forward PE ratio. En je googelt vast wel een paar resultaten. Je kunt bijvoorbeeld uitkomen bij de website van Finbox. Hier zie je de verwachtingen zelf. Maar ook heel veel informatie over hoe de berekening tot stand is gekomen. Dus daar kun je ook nog heel veel van leren. Ook op Yahoo Finance kun je natuurlijk gewoon deze informatie vinden. Dan ga je gewoon naar het tabblad Analysis. Dan ga je iets naar beneden en daar zien we dan EPS trend. Nou, we kunnen daar eigenlijk in de laatste twee kolommen eigenlijk kijken. De derde kolom geeft aan het huidige jaar, in dit geval 2020. En de laatste kolom geeft de verwachtingen aan voor het komende jaar, 2021. Dit zijn dan de verwachtingen voor de winst per aandeel. Dan moeten we dus zelf nog de forward PE ratio uitrekenen. Dat doen we gewoon door de koers van dit moment te pakken en daar te delen door het bedrag dat we hier zien. Dus in dit geval is dat $317 delen door 14,73, wat de laatste stand van zaken is. Kom je uit op een PE ratio van 21,5. En dat is iets lager dan de 24,91 die we bij de huidige PE ratio zagen. En dat komt aan de ene kant omdat we zien dat voor het komende jaar een grotere winst per aandeel wordt verwacht dan voor het huidige jaar. Dus als je bedrag deelt door een groter getal, kom je automatisch uit op een lager PE ratio in dit geval. Maar we zagen ook dat de PE ratio telkens al was bijgesteld door analisten de laatste 3 maanden eigenlijk. 30, 60 en 90 dagen. Heeft natuurlijk te maken met het coronavirus. Dat daar de winst op van Apple waarschijnlijk ook door geraakt zal worden. Misschien kunnen ze profiteren met een bepaald aantal onderdelen. Maar ze zullen ook zeker getroffen worden bijvoorbeeld bij de productie van iPhones. En daardoor de verkoop van iPhones omdat eigen winkels gesloten zijn. Dingen vertraging oplopen. Dus dat heeft impact op de winst van het aandeel die verwacht wordt. En als die afneemt, veranderen natuurlijk ook de PE-ratio's. Maar laten we ook even naar een ander PE-ratio als voorbeeld kijken. Een heel erg interessant, populair aandeel, Tesla. Gaan we daar naar kijken, dan zien we dat er op dit moment geen PE-ratio voor is. Nou, waarom is dat? Zoals eerder al gezegd, je hebt winst nodig om deze berekening te kunnen maken. Als je geen winst hebt, heb je ook geen winst per aandeel. En dat is een van de waarden die je nodig hebt in deze berekening. Apple heeft de laatste 12 maanden geen winst gehad. Ze hadden een EPS van min $81. Ze hebben dus verlies gedraaid. En daardoor kan die formule niet gevuld worden en komt er dus ook niks uit. Kijken we echter naar de verwachtingen. Dan zien we voor dit jaar dat er verwacht wordt $3.79 per aandeel. Voor volgend jaar stijgt dat zelfs naar $11.71 per aandeel. En maken we gebruik van die gegevens voor een forward PE ratio te berekenen. Het aandeel is op dit moment $816 waard. Delen we dat door 3,79 voor dit jaar, kom je op een PE ratio van 215 uit. En voor volgend jaar kom je dan uit op een PE ratio van 70. En deze 70 of 215 is dus veel hoger dan die 25 die we eerder in het overzicht zagen. Wat toen al eigenlijk als overgewaardeerd werd aangegeven. Waarom gaan mensen dan toch dit aandeel kopen? Nou, dat heeft te maken met dat er heel veel groei wordt verwacht. Want je zou zeggen dat het natuurlijk heel erg overgewaardeerd is. Dit lijkt in ieder geval op basis van de gegevens. Waarom gaan mensen meer dan 200 keer de winst die er volgend jaar verwacht wordt op dit moment al betalen voor dit aandeel? Heeft onder andere mee te maken dat de winst natuurlijk heel erg verwacht wordt in ieder geval heel erg hard gaat stijgen. Want voor dit jaar is dat bijna $4. Maar voor volgend jaar is dat bijna $12. Dus de winst zal naar verwachting bijna 3 keer zo groot worden in het komende jaar. En het is dus een bedrijf wat enorme groei doormaakt. En dat je eigenlijk al een beetje de groei van de komende jaren nu al voor gaat betalen. Omdat je graag het aandeel wilt hebben wanneer die groei eraan komt. Want beleggers kijken altijd vooruit. Die kijken naar de toekomst. Dat is ook de reden dat we nu de beurs al voor een heel groot gedeelte hersteld zien zijn van die crisis. Terwijl eigenlijk de economie pas weer net open gaat. Net op gang komt. De economie loopt dus eigenlijk niet een beetje achter. Dat is gewoon eigenlijk het beeld zoals het is. Beleggers lopen vaak juist voor. Die gaan juist anticiperen op wat verwachten we het komende kwartaal. Het kwartaal daarop. En op basis van die verwachtingen wordt eigenlijk nu alweer een prijs bepaald of betaald misschien wel voor een aandeel. En dat is dus de reden dat heel veel aandelen weer in waarde zijn gestegen. Omdat
eigenlijk alles alweer beter wordt. De verwachtingen zijn beter. Beleggers zien het zonnig tegemoet en willen dus weer meer betalen om het aandeel te bemachtigen. Tot slot dan ook nog een paar nadelen of tekortkomingen van deze PE-ratio's. Beginnen met het forward PE-ratio. Daarbij maak je waarschijnlijk dus gebruik van gegevens van analisten. Het kan natuurlijk, zoals gezegd, wel dat je het zelf gaat doen. Maar dat is heel uitgebreid. Waarschijnlijk heb je daar de tijd niet voor, de kennis niet voor of gewoon de zin niet in. Dus je pakt gewoon die gegevens van analisten en je denkt dat analisten heel erg goed zijn, dat ze niks anders doen dan dit. Dat is niet altijd waar. Je moet niet altijd volop vertrouwen op wat analisten zeggen. Dus houd ook altijd zelf in de gaten. Kijk wat zij voorspellen en ga vervolgens na van, vind je dat logisch? Want het is niet zo dat analisten alleen gefocust zijn op dit ene bedrijf en hier alles over weten. Vaak hebben ze een bepaalde sector waar ze zich mee bezighouden. Wederom over Tesla gesproken. Je zag dat heel veel analisten in het begin analisten waren die de autofabrikanten eigenlijk bijhielden. Dus ze gingen kijken naar bedrijven zoals Ford, BMW en vervolgens ook Tesla. Ik denk dat iedereen inmiddels al doorheeft dat Tesla misschien wel net zoveel software is als hardware. En waarschijnlijk nog een veel groter gedeelte, veel belangrijk gedeelte is die software in die auto. Dus hoe kan iemand die puur auto's met verbrandingsmotoren gaat analyseren, eigenlijk begrijpen en dus ook een goede analyse maken van het bedrijf of het aandeel Tesla. Dus hou dat gewoon goed in de gaten en baseer je wel op hun gegevens, maar ga er zeker over nadenken en eventueel aanpassingen doen op die waarderingen. En als we het toch over Tesla hebben, Tesla was dus een bedrijf wat dit jaar in ieder geval nog geen winst heeft de afgelopen 12 maanden. En zoals gezegd, als je geen winst hebt, kun je het niet meenemen in deze PE-ratio's. Dus het is eigenlijk alleen voor bedrijven die al winst maken. En het is eigenlijk bedrijven die zich al gevestigd hebben, die zich al bewezen hebben. Maar heel veel bedrijven die net begonnen zijn of nog volop investeren in de groei van hun toekomst eigenlijk, die kun je op deze manier dus niet waarderen en dus ook niet vergelijken met elkaar. Als bedrijven dan winst maken, kan winst ook altijd nog een vertekend beeld geven. Het kan zijn dat een bedrijf heel erg gevoelig is met bepaalde winsten. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je heel erg afhankelijk ben van een bepaald seizoen, om de zoveel jaar heel erg goede jaren hebt, gevolgd door mindere jaren. Dus ook hier ga dan altijd kijken naar wat doet de PE-ratio van het bedrijf de afgelopen jaren, of vergelijk het eerste kwartaal van dit jaar met het eerste kwartaal van vorig jaar en het jaar daarvoor. Dus baseer je niet alleen op de ontwikkeling van de PE-ratio, maar je kijkt juist, ja, zoom eigenlijk uit. Kijk hoe het de laatste jaren is gegaan om een beter oordeel te krijgen. En tenslotte moet je ook niet bedrijven puur op PE-ratio gaan vergelijken met elkaar. Ga ook juist kijken op de onderliggende waarden. Als twee bedrijven bijna dezelfde PE-ratio hebben, zou je eens denken dat ze twee identieke bedrijven zijn. Terwijl misschien het ene bedrijf meer schuld heeft dan het andere. Kan ook juist zijn dat het ene bedrijf meer schuld aangaat, waardoor automatisch het PE-ratio naar beneden gaat. Op korte termijn zal dat het effect zijn. Misschien gebruiken ze dat geld wel om te investeren in hun toekomst, waardoor ze in de toekomst juist volop kunnen profiteren van een nieuwe markt, waardoor het dan juist misschien wel, ja, heel erg zonnig tegemoet ziet eigenlijk die toekomst, waardoor dan weer het PE-ratio toeneemt. Dus ga niet alleen kijken naar PE-ratio's en vergelijken op PE-ratio's, maar hou ook zeker die andere getallen, bedragen, zoals winsten, omzet, marges en dat soort dingen. Vergelijk ook die met elkaar om een beter oordeel te vormen. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je in ieder geval iets hebt geleerd. Misschien ga je het zelf toepassen. Misschien zie je vaak deze getallen staan en weet je in ieder geval wat het inhoudt. Kun je misschien bedrijven op die manier al met elkaar vergelijken en dat soort dingen. Helpt het je om juiste beslissingen te maken? Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Zoals gezegd, ik weet dan welke onderwerpen jullie leuk vinden. Kan ik weer een nieuwe video maken, bijvoorbeeld in deze serie over aandelen waarderen. Alleen dan met een ander bepaald ratio of manier van vergelijking, noem het maar op. En natuurlijk, meer mensen krijgen deze video te zien op YouTube. Dus daarmee help je niet alleen die mensen, want die kunnen zijn eigen daar weer mee informeren. Je helpt ook het kanaal daarmee. En wil je zelf nog meer video's zien? Ik maak elke week 2 video's over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om altijd weer een melding te krijgen als er een nieuwe video online staat. En dan zie ik jou graag terug bij de volgende video.